Lucas, aan jou de eer om de eerste zet te doen. Heel veel succes. Dankjewel. Hoe komt die passie van jou voor het schaken? Ja, ik was jong. Ik had niet heel veel te doen. Dus ik dacht, laat ik een leuk bordspelletje zoeken. Dus ja, ik vond schaken leuk. En het is heel interessant, want je hebt oneindig mogelijkheden. En gewoon degene die... je hebt veel competitie, dus ja, dat gaf mij wel ambitie om er goed in te worden en daar veel voor te werken. Ja, want je bent Nederlands kampioen geworden. Ja. En dat is niet zomaar tot stand gekomen, hè? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Werken, schaken. Het kost veel tijd, veel talent, focus. Je moet er lang doorgaan, want je komt altijd op punten waar je moeite krijgt en waar het... waar je denkt van oké, ik ga het nooit lukken. Maar dan moet je doorheen gaan. En dan uiteindelijk als je hard werkt, komt het altijd goed. Je bent ook grootmeester, hè? Ja. En heb je daar ook weer extra dingen voor moeten doen? Ja, dan moet je 3 goede toernooien verspelen. Dus op echt topniveau. En je moet een bepaald niveau halen. Een rating heet dat, van 2500. En dat gaat ook niet zo makkelijk. Maar dat lukte mij 3 jaar geleden, toen ik 17 was. Zijn ik iets van 50 grootmeesters in Nederland. Er zijn wel meerdere mensen die dat gedaan hebben. En wat ga je hier vanavond doen? Ik ga simultaan schaken. Dus dat betekent dat ik tegen 35 mensen tegelijk speel. Die zitten allemaal zo in zo'n cirkel. Ik loop daar rondjes en speel tegen dus 35 mensen uit Almelo. Veel goede spelers, dus dat gaat erg moeilijk worden. Maar ja, dat ga ik vandaag doen. Een echte uitdaging voor je? Ja, dat is erg moeilijk, ja. Want je zit... 3,5 uur rond te lopen en iedereen zit vol na te denken. En ik heb maar een paar seconden per set eigenlijk, per keer. En ja, er zitten veel goede spelers tussen, dus ja, ik moet zeker mijn best gaan doen. Er is hier vanavond een heel speciaal toernooi. Ga je er iets over zeggen? Ja, zeker. Dit heeft ermee te maken dat wij 90 jaar als schaakvereniging bestaan. En dit is de spectaculaire afsluiting met een simultaan tegen grootmeester en Nederlands kampioen Lucas van Vreest. Jullie hebben de hele week al festiviteiten gehad, hè? Kan je daar heel kort iets over zeggen? Ja, zeker. We zijn inderdaad bezig geweest. We hebben een filmmiddag gehad en een jeugdmiddag. Een snelschaaktoernooi, een anekdoteavond. En nu inderdaad als grote afsluiting de simultaan. Hoeveel mensen doen hier vanavond mee? We hebben 40 mensen die hier vanavond meedoen. En dat was ook wel een beetje de vijfde van Lucas, zodat het niet te gek werd. Dus we zijn hem daar een beetje tegemoet gekomen. Ja, want het lijkt me wel heel erg moeilijk, hè? Om daar zoveel mensen te schaken. Ja, het is heel zwaar voor de simultaan geven. Maar goed, hij is natuurlijk wel de betere schaker. Dus aan de 40 mensen om hem heen de taak om er misbruik van te maken eigenlijk. En wat denk je zelf? Gaan er nog wat schakers hem verslaan? Ik denk dat er wel eens een verrassing tussen kan zitten, ja, absoluut. Beneden voor het stadhuis is er een bijzondere onthulling geweest. En ja, wat hield dat in? Ja, we hebben als geschenk van de gemeente Almelo in het kader van het 90-jarig jubileum een betonnen schaaktafel geschonken gekregen. Die staat eerst komende tijd hier nog voor het stadhuis. En daarna gaat hij naar Doepark de Hagen heen. Dat is een mooi geschenk voor Almelo. Ja, dat is een prachtig geschenk. Eigenlijk het mooiste geschenk wat de schaakvereniging zich kan wensen.